verplicht aan de slag in de bijstand bij de veegploeg. Ja. Bevalt het een beetje? Oh ja, op zich. Het is lekker weer. Ik ben buiten, dus op zich wel goed. Toch, ja, je maakt de wijk weer netjes en toonbaar. Heb je er ook iets aan? Nou, ik ben hier niet voor opgeleid of zo. Het is ook niet waar ik werk in zoek. Nee, hier word ik niet veel wijzer van, inderdaad. Dit zal mij niet helpen om weer een baan te vinden in mijn vakgebied. Gert-Jan van der Vaten en Patrick Swiers zijn allebei in de bijstand beland omdat de een zijn baan in de horeca en de ander in de bouw verloor. Ze zitten in het traject werk loont. En dat betekent verplicht op sollicitatietraining en verplicht vegen. Ik ben zelf nooit zo heel erg van mensen in een traject douwen en mensen daar dom in houden. Ik ben er altijd voor als mensen iets zelf kunnen, dan moeten ze dat gewoon doen. Dan gaan we dat ook faciliteren en dan geven we ook de ruimte voor. En op het moment dat het niet kan, dan hebben wij wat. Vegen. Vegen als verplichte tegenprestatie is volgens de wethouder geen afschrikmiddel, wel een instrument voor het aanleren van een werkritme. Alleen als je zelfstandig betaald werk vindt voor minimaal 8 uur in de week, hoef je het niet te doen. Het geldt niet voor vrijwilligerswerk. Het werk wat ik doe, dat op die ledenadministratie of voor die vluchtelingen, ik blijf het allemaal doen. Maar ja, als mensen het moeten opzeggen, dan denk ik van, je bent al aan het participeren, dus dat zou nooit het motto, dat is niet de bedoeling. In Rotterdam zitten 37.000 mensen in de bijstand. Een groot deel heeft zijn baan verloren door een reorganisatie en komt nauwelijks meer aan het werk door de krapte op de arbeidsmarkt. In de bijstand gaan ze er niet alleen in inkomen sterk op achteruit, ze moeten ook verplicht aan de slag bij de ROTEP. 15 weken lang, 1 dag in de week. Gert-Jan en Patrick hebben daar niet zoveel moeite mee. Wel met het idee dat ze voorheen betaald werk nu goedkoop invullen. Toen ik hier net een maand dit werk deed, toen werd het personeel allemaal zonder mij dan bij elkaar geroepen op een middag. En toen kregen ze, een groot groep kreeg wel te horen dat ze hun baan kwijtraakten. Dus toen had ik wel ineens het idee, dat heb ik ook nog gevraagd aan mijn collega.